Minister zet alles op alles om veiligheidsgevoel te waarborgen. Het beleid van het ministerie met betrekking tot criminaliteitsbestrijding houdt in dat alles op alles zal worden gezet om het veiligheidsgevoel binnen de gemeenschap te waarborgen. Hiervoor is er een criminaliteitsbestrijdingsplan samengesteld. Het criminaliteitsbestrijdingsplan heeft een duurzaam karakter en gaat verder dan 2020. Dit zei de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, in het programma Opinie, aflevering 61 van het Nationaal Informatie Instituut. Het waarborgen van het veiligheidsgevoel van de samenleving is niet alleen een gegeven van het ministerie van Justitie en Politie, maar is een samenspel van verschillende actoren zoals het ministerie van Defensie, het Directoraat Nationale Veiligheid en de samenleving. Voor criminaliteitsbestrijding is informatie van eminent belang, want hierdoor kan preventief worden opgetreden. Binnen dit geheel is een belangrijke taak van DNV weggelegd. www.deboodschap.today